U heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Enkele weken geleden heeft u daarvoor een ontlastingtest opgestuurd voor onderzoek. Daaruit blijkt dat bij u bloed in ontlasting is aangetroffen. Bloed in ontlasting kan verschillende oorzaken hebben. Bij de meeste mensen is er sprake van een goedaardige afwijking. De kans dat u darmkanker heeft is klein, zo rond de 8%. Toch is het goed om dit te laten onderzoeken. In deze film laten wij u zien hoe het vervolgonderzoek verloopt. U beslist zelf of u wel of niet meedoet aan het vervolgonderzoek. Als u aan het vervolgonderzoek wilt meedoen, ontvangen wij u graag in ons gespecialiseerde centrum, het Academisch Darmcentrum. Binnen dit centrum bundelen artsen van het Erasmus MC en het Havenziekenhuis hun kennis en vaardigheden. U kunt rekenen op topzorg van universitair niveau met persoonlijke aandacht. Goedemiddag, kan ik u helpen? Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen. Een intakegesprek in het Erasmus MC en op een ander moment een inwendig kijkonderzoek van de dikke darm in het Havenziekenhuis. Welkom op de poli van de afdeling maagdarmleverziekte in het Erasmus MC. Mijn naam is Agnes Rijn en ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist op deze afdeling. Tijdens het intakegesprek gaan we uitgebreid in op het darmonderzoek, de keuze of u wel of geen roesje wilt, de voorbereidingen die u thuis moet treffen. Aansluitend heeft u alle tijd en ruimte om alle vragen te stellen. En na het gesprek zullen we u inplannen voor een darmonderzoek. Ik ben Wout Gerritsen, 67 jaar. En ik heb meegedaan aan het landelijke bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Nadat mijn bloed was aangetroffen in ontlasting, ben ik uitgenodigd voor een informatiegesprek en een vervolgonderzoek. Om het vervolgonderzoek goed te kunnen laten verlopen en mijn darm te kunnen inspecteren, moesten deze zo schoon mogelijk zijn. Hiervoor heb ik mij thuis kunnen voorbereiden middels een aangepast dieet. Dankzij de folder die ik had meegekregen op de polykliniek, wist ik precies wat ik op de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek zelf moest doen. Het kijkonderzoek van uw darmen vindt plaats in het Havenziekenhuis, in het nieuwe en moderne Scopiecentrum. Goedemorgen, Scopiecentrum is op de eerste etage. De verpleegkundige bereidt u voor op het onderzoek. Dan gaan we gelijk door naar de uitslaapkamer waar ik u ga voorbereiden. Dan uw plekje. Hier vindt de voorbereiding plaats. Ja. Oké. Breng u naar de scopiekamer. U krijgt een infuus en u krijgt ook een knijpertje op uw vinger om uw hartslag en zuurstofwaarde tijdens het onderzoek in de gaten te houden. Ik ben Manon Spaander. Ik ben maag, darm en leverarts. En een van de maag, darm en leverartsen die het kijkonderzoek bij u uitvoert. Tijdens het kijkonderzoek gaan we op zoek naar de oorzaak waarom er bij uw bloed in de ontlasting is gevonden. Het kijkonderzoek wordt door iedereen anders ervaren. Bij de een heeft geheel geen pijn, terwijl de ander toch wat meer ongemak ervaart. Dat hangt helemaal af van hoe de darmen in uw buik liggen of afhankelijk van wat voor operaties u in het verleden heeft gehad. Afhankelijk wat u wilt en ook de beleving die u wilt ervaren tijdens het kijkonderzoek. Wilt u er bijvoorbeeld helemaal bij zijn omdat u wilt meekijken hoe uw darmen van de binnenkant uitzien? Of zegt u, ik wil liever slapen tijdens het onderzoek? Hebben we mogelijkheden om het geven van een roesje dan al niet gecombineerd met een pijnstilling? Er zijn ook mensen, en daar kunt u ook voor kiezen, dat we zeggen, we beginnen het onderzoek. En mocht u tijdens het onderzoek ongemak ervaren of toch liever willen slapen, kunnen we het roesje dan of de pijnstilling dan meteen geven, het werkt direct. Voor het onderzoek bespreken we samen wat u of wat voor u het beste is. Tijdens het kijkonderzoek gaan we met een flexibel slangetje waaraan een minicameraatje zit de dikke darm binnen. Het begin van de dikke darm zit aan de rechterkant in de rechter onderbuik, ook waar uw blinde darm zit. Op de terugweg bekijken we uw dikke darm goed en kijken we of we afwijkingen vinden die een oorzaak kunnen zijn waarom er bij uw bloed in ontlasting zit. Indien we afwijkingen zien, halen we die meteen weg. En al het weefsel wat we weghalen zal worden bekeken onder de microscoop voor nader onderzoek. De colonoscopie of het kijkonderzoek duurt ongeveer 20 tot 25 minuten. Mochten we meer weefsel moeten weghalen, dan kan dat eventueel langer duren.
Na afloop van het onderzoek gaat u terug naar de uitslaapkamer in het Scoopiecentrum. Hier kunt u bijkomen van het onderzoek. De maag-darm-leverarts komt bij u langs om het darmonderzoek met u te bespreken. Als alles goed met u gaat, dan mag u naar huis. In totaal bent u ongeveer 1 tot 2 uur in het ziekenhuis. Door de goede voorlichting wist ik precies hoe het onderzoek zou worden uitgevoerd. Direct na het onderzoek vertelde de arts wat hij in mijn darm had aangetroffen. Inmiddels zat ook mijn vrouw weer naast het bed en luisterde zij mee naar wat de arts vertelde. De uitslag van de weggenomen weefsel werd mij ongeveer een week na het onderzoek telefonisch medegedeeld en later in een brief bevestigd. Het kan zijn dat wij verder onderzoek of behandeling adviseren. Dan nodigt de arts u uit om gezamenlijk het vervolgtraject te bespreken. Vanaf het intakegesprek in het Erasmus MC en later het onderzoek in het Havenziekenhuis ben ik omringd geweest door professionele medewerkers, waarbij ik als patiënt centraal stond. Bij het Academisch Darmcentrum kunt u rekenen op topzorg met persoonlijke aandacht. Meer informatie vindt u op www.academischdarmcentrum.nl.